Oké, ik ben weer in gesprek met John. John, we gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. Maar als eerste, de intelligence update. Hoe is het met ons bos gesteld volgens de laatste overzichtsbeelden? Nou, Christio, ik heb het je vaker gezegd. Dit is niet een soort complete analyse van hoe het gaat. We kijken nu puur naar de Forest Belt, het gedeelte waar de houtkap en goudwinning voornamelijk plaatsvindt. En we kijken naar bosbedekkingsvermindering. Even voor de duidelijkheid, ik breng het weer even terug, omdat het soms kan het zijn dat we denken, oh mijn god, heel veel dit, heel veel dat. Nee, we monitoren nu op vermindering van bosbedekking. Dat betekent dat de alerts die ik je laat zien niet per se ontbossing zijn, maar ze zijn wel bosverarming. Wel degradatie. Ja? Dus we kijken, hoe gaat het met de degradatie van ons bos? Okay. En laten we daar naar kijken. Yes. Ik zal mijn scherm even delen. En dan moeten we hopen dat dat goed gaat. En ik probeer dat nu te doen. Alleen even kijken. Ja, daar gaat hij. En zeg maar als je het ziet, Christian. Yes. Ja. Oké. Mooi. Oké, daar gaan we dan weer. Dus dit gaat over de intelligence monitoring. En we kijken deze week naar uitbreiding van mijnbouwgebieden. Of van mijnbouwactiviteiten in bosgebied. Oké. Dus wat zegt dit ons? Dit betekent dat de artificial intelligence, die al die datalayers analyseert, heeft vastgesteld dat de bosverarming die we zien een gevolg is van uitbreiding van mijnbouwactiviteiten. Ja? Oké. Dat is wat dit ons zegt. Nou, dan gaan we nu kijken over hoeveel gaat het. Nou, het gaat over 30 hectare verlies. Mm-hmm. Over een 2 weken periode. Ja? Mm-hmm. Er wordt ook aangegeven dat 8 hectare was in particuliere concessies en 7 hectare was in gemeenschapsbossen. En de rest zijn dus verspreid daarover over andere gebieden. Ja? Okay. Nou, laten we de details gaan bekijken. Daar gaan we. Het is dus 30 hectare vermindering van bosbedekking verspreid over 21 gebieden. Mm-hmm. Nou, Christio, welke zou je willen bekijken? Ik zie eentje hier die een beetje eng is, een beetje dicht bij het Centraal Suriname Natuurreservaat. Ja. Maar ik zie ook een heleboel andere die ook best wel interessant zijn. Dus welke zou je graag willen bekijken, Christio? Dan kijken we er even naar. Die bij het Centraal Suriname Reservaat. Ja? Ja. Nou, dan gaan we hier klikken op onderzoek en dan gaan we kijken wat het ons vertelt. En vergeet niet, Christio, deze tool is vrijelijk beschikbaar voor iedereen. Hè? Het is niet alleen voor mij, maar voor jou. Mensen kunnen volgens mij via de Busitaki-website toch die link vinden. Ja. En gewoon vrij naar deze informatie toe gaan. Ze kunnen zelf gaan onderzoeken, zelf gaan kijken wat daar gebeurt. Ja. Juist, dat is belangrijk. Oké, dit blaadje, hè, dit zegt ons dus 1 hectare vermindering in het gemeenschapsbos van dorpsgemeenschappen Betel Etal. En het zou een brand kunnen zijn van 10 november of 31 oktober. Mogelijke oorzaken, maar we gaan even kijken daarnaar. Ja? We gaan even kijken of we kunnen inzoomen. En dan gaan we de satelliet hier activeren aan de rechterkant. En dan gaan we hierop klikken. En daar komt hij. Oké, nou wat zien we hier? Oké, nu moet je goed met me meekijken. Je ziet hier dus allemaal van die lijntjes. Dit zijn allemaal wegen die duiden op houtkapactiviteiten. Hè? Zie je dat? Je ziet zo 1 grote weg. En dan zie je al die afsplitsingen naar binnen toe. Verder zie je nagenoeg geen bewoning of wat dan ook. Erin en eruit. En dit is dus indicatief, nogmaals, van houtkap. Maar dit gebied, hier zie je, zou ik niet zo snel durven zeggen dat dit houtkap is. Want dit komt wel erg in de buurt van de dorpen zelf. Hè? Dat zie je ook hier een beetje. Zie je, dit is een rivier, hè? Oh, zie je de rivier? Ja. En hier zie je dan ook nog andere tekentjes van ontbossing. Nou, als je mij zou vragen, zou ik zeggen, dit is kostgrondje activiteit. Ja. Of iets wat erop lijkt.
Ik zou niet zo snel concluderen dat we het hier hebben over houtkap of mijnbouwactiviteiten. Ik kan me vergissen, het kan natuurlijk ook zijn, want je ziet wel hier op de kaart toch wel behoorlijk wat ontbossing, hè? Of tenminste wat activiteit. Die dus vierkantjes, dat is dus ontbossing? Ja, dat is dus die degradatie, die nu geconstateerd. Ja, zo zie je, hè, Christel. Je moet toch altijd eventjes de context goed meenemen. Dus ik zou bijna willen zeggen dat het misschien toch wel te maken heeft met goudwinning hier. Maar ik durf het niet zo hard te zeggen, want dit kan voor hetzelfde geld ook een gewoon bewoning zijn. Hè? Ja. Dat soort details kan ik niet met 100% zeggen. Dus dat is hoe ik hiernaar zou kijken. Oké. Ja, maar het is heel interessant. En elk van deze locaties is nog weer anders. Maar wat wel duidelijk is, Christio, tenminste wat het voor mij duidelijk is, is dat er wel nogal wat activiteit daar gaande is. Hè? Ja, want er zijn best wel veel, zeg maar, van die, er is een heel netwerk aan wegen eigenlijk. Als je dat zo ziet. Dus het is wel flink wat er gebeurt. Ja, men is aardig bezig. Nee, men is aardig bezig. Dus er zijn hier dus sowieso wel activiteiten. Houtkap in ieder geval. Kans dat goudwinning er plaatsvindt is ook heel erg aanwezig. Maar, zoals ik al zei, tegelijkertijd is het voor hetzelfde geld hier te maken met shifting cultivation. Wanneer je kijkt naar hoe dichtbij dit bij de gemeenschap is. Oké. Maar er werd, zeg maar, aan het begin van dit overzicht stond er dat het was door mijnbouwactiviteiten. Maar je zegt net dat je dat dus eigenlijk niet helemaal zou kunnen concluderen. Is bekend bij jou waarom dat dan wel zo staat genoteerd binnen dit systeem? Ja, dus de verschillende lagen die binnenkomen worden dus geanalyseerd door artificial intelligence. Mm-hmm. En, of kunstmatige intelligentie. En een clearing zoals een kostgrondje zal eerder de klassificatie krijgen van goudwinning, omdat je daarbij stript. Hè? Je haalt alles weg. Net als hoe je bij een kostgrondje ook het helemaal openmaakt eerst. Mm-hmm. Dus dat is, als ik het zo zou analyseren, zou ik zeggen, dat is waarom. Want bij bosverarming, oftewel bij die houtkap, daar zal je het niet helemaal op één plek zo gekleerd zien. Misschien moeten we hier nog eentje bekijken. Ik kies er nog eentje. Ja. En hier zie je in feite best wel nogal wat activiteit op dit ene plekje. Hè? Ja. Je ziet juni, augustus, juli. Elke maand zie je wel dat er daar wat gebeurt. Ja. Nou, dat zou dan mogelijk kunnen duiden op wat meer activiteit. Dus we gaan even kijken hier. Wat deze plek ons te vertellen heeft. Als ik zo kijk naar al dat roods eromheen. Zou ik wel. Ja, we gaan kijken. Oh ja. Je ziet het. Ja. Nee, dit is goudwinning. Ja, nee. Ja, dat is wel duidelijk. Dit is echt, ja. Nee, dit is. Zo zie je het, hè? Ik bedoel, dit is. Ja. Maar hoeven we niet lang op te vragen. Dit is goudwinning. Ja. Is dit kleinschalig goudwinning of is dit een van de grote mijnen? Want het is best wel een groot gebied. Oh. Wauw. Jezus. Ja. Nou, ik ga er even vanuit dat dit wel echt een grote mijn moet zijn, hoor. Als ik er zo naar kijk, maar. We gaan hem even op de kaart plaatsen en kijken waar die is. Ja. Nou, dit is al ietsjes te veel wolkenbedekking. Gaan we dat elimineren? Ja. Nou, ik zou het niet zo snel. Is dat Rozebel of zo? Nee, toch? Jo. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het nogal wat. Maar ik kan je ook niet nu precies zeggen of dat I Am Gold of Rozebel is of wat dan ook. Het zou best kunnen, hoor. Hier is Jacob Kondre, dus. We zouden echt even moeten kijken. Nee, ja. ik durf geen conclusie eraan te verbinden. Of dat I Am Gold is of niet. Maar wat het wel is een heleboel goudwinningsactiviteiten. Dat is in ieder geval duidelijk. Ja. En, ja, het is. Het lijkt niet opgecontroleerd, hoor. Het lijkt echt wel een beetje ongecontroleerd. Je ziet het hele gebied eromheen ook een heleboel littekens, hè. Zoals dat heet. Dus. De kans dat dit ongecontroleerd is best wel groot. En als ik hier ga kijken, ja, dit lijkt niet. Nee, ik denk niet dat. Nee, dit is geen gecontroleerde situatie. Nee, ik kan me voorstellen dat als het zo'n grote mijnbouw, zo'n groot bedrijf is, dat je dan ook één
weg naar heen zou zien. Je zou wat meer gestructureerd zien, denk ik. En dit is dus eigenlijk... Ja. Maar je kan nu ook niet zeggen of het legaal is of illegaal, zeg maar, deze... Nee, dat kan je ook niet zeggen. Nee, kijk, luister. Het kan best zijn dat men een concessie heeft, hoor. Ja. Het is best mogelijk dat men een concessie heeft. Alleen, ja, wordt het netjes gedaan, dat is dan wel even punt 2. Nee, ja? Precies. Maar... Vergeet niet, wij zijn niet hier om een oordeel te vellen. Hè? We kijken simpelweg naar wat gebeurt er met het bos. Hoe ziet het eruit? En als ik er dus zo naar kijk, zou ik zeggen, nou, dat is nogal wat. Ik zag nog één interessante onderin, Christio. Mm-hmm. En die was een beetje richting het zuiden. Misschien is het interessant als we die nog als laatste bekijken. Ja. Dan kunnen we doorgaan naar andere onderwerpen. Maar je ziet het, er is van alles gaande in het bos. Hè? Ja. Het is van alles gaande. Het is dus ook geen overbodige luxe dat we met z'n allen een oogje in het zeil houden. Want uiteindelijk is het bos van ons allen. Dus we gaan hier even kijken. Bosareaal, 1 hectare vermindering. Mm-hmm. Hij is best wel diep naar het zuiden. Of ja, relatief diep naar het zuiden dan. In ieder geval dicht bij de grens van waar wij houtkap doen. En we gaan de satelliet aanzetten. En kijken wat we zien. Oké, we zien nog al wat cloud cover. Dus dat is een beetje moeilijk. Laten we kijken of we een beetje beter beeld kunnen krijgen. Dit is de uitdaging in Suriname, hè, met heel veel van die wolkbedekking. Ja. Ja, dus ik ben bang dat het niet netter mooier gaat worden, Christio. Kijk, wij werken dus ook met radar, waardoor LIT het dus wel kan detecteren. Maar voor ons met het blote oog zo wordt het dan moeilijk. Maar dus onder deze wolken en hier is er dus blijkbaar een en ander gebeurd. Oké. Misschien dat we dat in een toekomstige aflevering nog een keer kunnen bekijken. Als het actief blijft. En John, ik zag net, daar wat regenboogkleurtjes. Je ziet daar een beetje groen, roze en blauw. Is dat, betekent dat iets? Nee hoor, dat is gewoon een refractie van de, van de foto. Oké. Ja? Nou, is goed, Dan gaan we verder naar de andere onderwerpen. Ja, dan zal ik deze share maar even stoppen. Ja. Yes. En het is wel toevallig, hè, dat er dan nu bij het overzicht staat dat het ten behoeve was van de mijnbouw. Activiteiten, want deze aflevering waar we vandaag over gaan praten gaat over de impact van de mijnbouw op het bos. En ik ga met een aantal mensen praten, met iemand die heeft gezegd dat er zeker nog ruimte is voor 10 mijnen, 10 of 15 mijnen, een aantal kleine en een aantal grote. En ik heb recentelijk hebben de vicepresident en de president aangegeven dat ze van plan zijn een staatsmijn te openen, want go to lie. Nou, ik vond het geen goed nieuws om te horen, maar wie weet kan jij mij vertellen dat het wel goed is, of waarom niet, of zo. Ja. Nou, kijk, weet je, het ding is, Christio, als eerste denk ik dat het van uitermate groot belang is dat alle beleidsmakers zich goed laten informeren met betrekking tot de nieuwe milieuraamwet. De nieuwe milieuraamwet geeft heel duidelijk aan, dat als je dergelijke activiteiten wil doen, extractief, infrastructureel of anderzijds, dat je expliciet toestemming nodig hebt van de omwonenden, de inheemse en tribale, FPIC, Free Prior Informed Consent. Dus dat is heel erg belangrijk voor alle activiteiten die nu ontplooid worden, dus daar begint het. Dus als je met een locatie gaat kiezen, dan stel ik voor dat ze heel nauwkeurig te werk gaan met het verkrijgen van toestemming. En instelling van de lokale bevolking. Dat is één. Het tweede is, de nieuwe milieuraamwet stelt ook heel duidelijk dat je voor elke dergelijke activiteit een environmental impact assessment moet hebben. Eigenlijk zelfs een environmental and social impact assessment. Dus dat is een studie. Dus ik ga ervan uit dat de regering zich absoluut aan die wet zal houden, zoals alle andere partijen dat ook verwacht wordt. Dat betekent dus dat er wel nog wat werk aan de winkel is, voordat men definitief een dergelijk besluit gaat kunnen nemen. Ik kan de intentie natuurlijk alvast etaleren, maar het proces zal wel nauwlettend moeten worden uitgevoerd.
met de nieuwe wet en regelgeving die vorig jaar in gang is gezet en ook is bekrachtigd. Ik dacht mei vorig jaar. Dus dat is eventjes één ding. Als we nou praten over goudwinning en hoeveel mijnen wel of niet, vind ik dat een beetje arbitrair om te zeggen het is een 5 of het is een 10. Kijk, dat er heel veel goud is, dat begrijp ik. We zijn tenslotte op de Greenstone Belt, hè? Dus een behoorlijk deel van ons land die bezit heel veel goud. En dat kunnen we niet ontkennen. Ik denk dat wat belangrijk is, Christio, is dat we er planmatig mee omgaan. En ook efficiënt en effectief. En als ik kijk naar de wijze waarop er nu wordt gedaan aan, en ik noem het geen kleinschalige goudwinning meer hoor, ik noem het ongecontroleerde goudwinning. En als we kijken naar de ongecontroleerde goudwinning, dan zie je wat we net zagen, die grote vlekken waar maar een beetje goud uitkomt. Natuurlijk wel veel voor een persoon, maar misschien wel weinig ten opzichte van de schade die wordt aangericht. Ja. Toch? Want in feite betalen wij ervoor. Hè? Het is ons bos. Ons bos wordt door één of meerdere mensen overhoop gehaald. Ja. En die mensen krijgen dat geld. Oké, dan zeg je, er zit ook een belastingstelsel achter, dat is hartstikke mooi. Maar feitelijk is het zo dat als je duizenden hectare per jaar gaat vernietigen, en je weet niet eens precies hoeveel goud je eruit krijgt, dan zeg ik dat is zonde. Dan heb ik veel liever een IAM Gold of een Newmont die zijn onderzoek doet, op één plek gaat zitten en dan het op een bepaalde manier gaat verwerken. Waarom zeg ik dat zo? Je kunt deze bedrijven vinden. Je weet waar ze zijn. Ze hebben een adres in de stad, ze hebben een adres in het bos. Je kunt erheen als je ziet dat er iets gebeurt. Je kan ze verantwoordelijk stellen voor zaken. De kleinschalige goudmijnen, zoals dat heette, en ik noem dat dus de ongeplande goudmijningsactiviteiten, je weet niet bij wie je moet zijn. Ja, toch? Ja. Want ze zijn hier en dan zijn ze weg en dan bewegen ze. Dus het is veel moeilijker. Dus als ik het voor het zeggen had en ik mocht kiezen, als ik zou moeten kiezen, dan kies ik inderdaad liever 10 grote goudmijnen dan nu die tientallen duizenden ongeplande mijnbouwactiviteiten die ons bos van binnen nog opeten. Als ik helemaal mijn zin had, was het niet nodig. Dan hadden we met basis van Red Plus en natuurtoerisme, hadden we alles wat we nodig hadden om hier met z'n allen verder te kunnen. Maar als je het toch moet doen, als je toch goudwinning moet doen, doe het dan gepland en gecontroleerd en gestructureerd. En dat is over het algemeen liever één grote op één locatie, of een aantal grote op vastgestelde locaties, waar je je biological impact kan je managen en monitoren. Je kan kijken wat voor materialen ze gebruiken. Je kan een goede winstdeling afdwingen. Al dat soort zaken. Ik zeg niet dat dat is gebeurd in deze gevallen, maar het kan. Terwijl bij die ongeplande activiteiten, nou wat een werk. Hoe krijg je dat in de hand, Christio? Dat lijkt mij bijzonder moeilijk. En het is iets waar we ons niet binnen één generatie uit gaan werken, denk ik. We zijn erin gekomen gedurende 40, 50 jaar. Het duurt misschien wel 20, 30 jaar voordat we daaruit zijn, met z'n allen. Ja, ja. Oké. Okay. Maar een staatsmijn, goed idee of niet? Weet je, een idee kan je, vind ik, niet afrekenen. Het gaat om hoe je het doet. Oké. Okay. Als alle processen nauwlettend worden uitgevoerd, dan zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Maar zoals ik al eerder zei, het gaat niet om mij. Het gaat om de inheemse en tribale in wiens gebied dat waarschijnlijk zou worden gevestigd. En als de overheid altijd zijn eigen regels goed volgt en het netjes doet, ja. Wie ben ik om daar iets op in te brengen? Weet je, kijk, het is ons land met z'n allen. Het zijn onze mineralen met z'n allen. We hebben een regering daarvoor gekozen om daar de hoeder van te zijn. We kunnen alleen hopen dat ze er goed mee omgaan. Ja. John, ik ben benieuwd, want je zegt net dat de nieuwe milieuraamwet schrijft voor dat er FPIC moet worden toegepast. Wat zou er gebeuren als de inheemsen en tribalen zeggen, nee, we willen het niet? Ik heb gezien dat het in andere landen wel eens gebeurt, dat ze zeggen van nee, dit is, laat het goud maar daar zitten, we willen het niet. Ja, dan zal de regering het moeten eerbiedigen. Als zo niet, dan zullen ze weer een rechtszaak krijgen. Dus waarschijnlijk zullen ze... Kijk, zelfs voor die milieuraamwet
was er een bepaalde mate van bescherming. Vanwege de twee huidige vonnissen tegen de staat bij het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten. Nu met deze wet erbij, als de inheemse tribalen zeggen nee en de overheid doet het toch, dan denk ik dat de overheid zich een mogelijke uitdaging op de hals zal halen. Ja. Want ik denk niet dat ze dat zouden accepteren. En er zijn nu wettelijke regelingen waardoor ze hier lokaal hun gelijk kunnen halen bij de rechter. Dat het er duidelijk staat. Je moet toestemming hebben. Dat moet gewoon. Oké. Duidelijk. Hey, en nog een andere vraag. Ik ga eventjes wat vragen door elkaar gooien. Ik ga ze niet in die volgorde stellen. Want ik wil eigenlijk van je weten. Hoe lang blijft zo'n mijn dan actief? Bijvoorbeeld, dat gaan ze uitrekenen. Weet je dat toevallig? Is dat, blijft zo'n mijn 100 jaar of 50 jaar? Of... Ja, dat is te moeilijk te zeggen, Christo. Ik vermoed zelf dat je meestal 50 jaar minimaal hebt. Maar dat hangt echt af van de investering en de diepte en zo. Kijk, Newmont is nog maar net gestart, dacht ik. Maar IAMGOLD is er al een behoorlijke tijd. En they're going strong, zover ik weet. Zeker ook omdat ze nu een nieuwe locatie bij Kleine Saramacca. Bij de Kleine Saramacca, dacht ik, ja. Of anders de boven Saramacca. Hebben ze dus nu nieuwe concessies gekregen. Dus die mijn gaat vrolijk verder. Of moet ik zeggen, de processing gaat vrolijk verder. Ja. Het kan best zijn dat je een locatie hebt uitgemijnd. En nu gaan ze dus in het andere gebied, het Matawai-gebied, halen ze goud of erts en gaan dat dan verwerken. Ja. Dus het kan echt wel een hele tijd doorgaan. Ja. Het hangt echt af van de diepte, van de type gesteente, van je setup. En ik denk het varieert waarschijnlijk tussen de 30 en de 100 jaar. Het is heel breed, maar misschien dat een van je andere gasten daar wat zinnigs over kan zeggen. Ja, en zou jij, we hebben dus nog niet meegemaakt dat we al een gebied hebben wat is uitgemijnd. Of hebben we dat al? Je bedoelt, nou, we hebben hier de Alcoa gehad, toch? Ja. Dat is even behoorlijk uitgemijnd. Ja. Dat was ook een vorm van mijnbouw, toch? En je ziet de gebieden nog steeds. Dus ja, we hebben wel degelijk te maken met uitgemeende gebieden. Misschien niet, weet je, een grootschalige open pit goudmijn. Zoals we die nu hebben bij Newmont en IAMGOLD. Maar uitgemeende gebieden hebben we al natuurlijk. Zijn we al bekend mee. Oké, en wat hebben we daarmee gedaan? Weet je dat toevallig? Nou, Christio, dat is een heel interessante vraag. En ik denk dat het zijn eigen aflevering waard is. Om na te gaan hoe is omgegaan met de uitgemeende gebieden van de Suralco en de Alcoa. Zelf heb ik daar een bepaalde mening over. Als ik kijk naar de kwaliteit van rehabilitatie. Ik ben daar niet weg van. Maar wat ik zeg, dat is zo denk ik zijn heel eigen aflevering moeten zijn. Oké. En je hebt het net over open mijnen. Klopt het dat wij alleen maar open mijnen hebben in Suriname? Nou, van die grote bedoel je. Ja. De ongeplande goudmijnen, die doen strip mining. Hè? Dus die gaan niet diep. Die halen gewoon de oppervlakte en ze doen rivier. Want je hebt dus alluvial mining. Hè? Dat zijn dus die scallions. Mm-hmm. Je hebt deze andere, laten we zeggen, de strip mining gewoon aan de zijkant, wat ze dingen weghalen. En dan heb je natuurlijk die open pit. Maar die open pit is echt de grote industriële. En laat me meteen zeggen, Christo, ik ben geen goudmining expert en deskundige. Hè? Dus ik noem nu een paar termen zoals ik die ken en gebruik. Maar het kan best zijn dat als je een goede deskundige erbij haalt, je andere terminologie krijgt. Of andere soorten benoemd worden. Dus laat me dat meteen helder stellen. Nee, oké, maar het is toch wel interessant om jouw visie daarop te weten. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik zag in een filmpje dat bauxietmijnen hier best wel goedkoop was, omdat het dicht aan de oppervlakte was. Dus er hoeft niet voor geboord te worden en dergelijke. En ik vroeg me af of dat hetzelfde was voor goud. Is bij ons het goud ook zodanig aan de oppervlakte dat we geen mijnschacht hoeven te maken om erbij te kunnen komen, zeg maar? Ja, volgens mij is dat ook wel zo hoor. Kijk, nogmaals, het is open pit, hè, dus ze gaan steeds dieper en steeds. Maar je hebt inderdaad niet die echte,
weet ik veel, honderden meters diep of zo, tunnel. Dat hebben wij inderdaad niet. Daar ben ik niet bekend mee. De mijnen die ik heb gezien hier zijn aan open pit. Ja, open dan, pit of gewoon strip, uitgestrekt. Ja, want als het zeg maar via tunnels ging, dan zou er geen ontbossing moeten plaatsvinden. Daarom was dat een beetje... Oké. We hebben alle vragen gehad, John. Nou, dat is mooi, Christian. Ja. Als ik we hebben alles besproken. Even kijken. Dat was het dan. Dankjewel. Ik ga weer verder. Is goed. Heb je nog een toevoeging toevallig? Ja. Nee hoor. Niet vanuit mijn kant. Oké. Is goed. Dankjewel, John. En dan zie ik jou graag een volgende keer weer. Yes?